Wat is dat? Hoe noemen ze dat dan? Coming of age, zoiets? Zal wel het genre zijn, zeker? Ik vind het zeer schoon, omdat ik heb zelf een zoon die ongeveer de leeftijd is van het hoofdpersonage van de film. En ik herken heel hard, het is natuurlijk een film, het is natuurlijk tot in het extreme doorgedreven, maar ik herken zo hard dat heel mijn eigen puberteit komt precies zo bij hem terug, in your face. Zo. Het gevoel van niemand die u verstaat en het gevoel van zo tussen, je bent dat kind niet meer en je bent ook nog geen volwassene. Je weet het allemaal niet. En je moet voort en je ouders behandelen je nog gelijk dat je een kind bent, maar je bent dat eigenlijk niet. Maar ja, aan de andere kant, je bent ook geen volwassene. Hè? Dat is een heel moeilijke leeftijd. En dan daar je identiteit te zoeken en ja... Ja, heel veel, ik denk dat heel veel pubers heel eenzaam zijn. En ik denk dat dat wel in die film ook zit. Dat die gast heel alleen is eigenlijk. Ongelooflijk alleen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.